Vanmiddag hebben we de tweede activiteit, tweede gebeurtenis in het project Jeroen Bos 500 in Schijndel. Dit doe ik samen met Anja Duting, docent aan het plaatselijk Elde College. En Anja doet meer het educatieve deel van dit project en ik de rest. Ik ga eerst een heel korte introductie houden. Dit rare figuurtje is helaas niet te zien in een bos. Het is een groot raadsel, waarom is dit gekke beestje met doedelzak getekend of geschilderd en de helft van de speelpijp is weg. Het is een groot raadsel. Het kan zijn dat er een stuk van het paneel ooit is afgezaagd, maar het paneel is niet helemaal onderzocht. Misschien heeft die onderzoeksgroep ook wel een beetje ruzie met Lissabon. Wat zit daar op die hals van die doedelzak? Een luidspelertje. Zie je? Ik ben het nergens tegengekomen. Ik denk dat ik zo'n beetje de eerste ben die het nu laat zien in Schijndel. Dit is dus een eenhandsfluit. Heeft wel heel weinig gaatjes, want die speel je met je linkerhand. Je hebt een duimgat en twee vingers waar je mee speelt. Kun je toch nog 2,5 octaaf uithalen. En met je andere hand sla je op een trom. De eerste keer en de enige keer dat Bos dit afbeeldt. Bos was toch wel op een of andere manier door de anus geobsedeerd. En dit is iets wat daarop zou kunnen wijzen. Het is een fluit in een anus en ik heb dat anusfluit genoemd. En je ziet ook links die trommel, daar zit ook een zondaar in, gevangen en die wordt gestraft. Want die duivel die zit flink op die trommel te rammen. Dit is een gedeelte van de Tuin der Lusten. Dan hebben we hier weer een ander paneel. Daar rechtsboven zie je een rare doedelzak getekend en daar links ook weer een anusfluit. Als die bestaan heeft, lijkt me wel een fluit die je zelf moet spelen en die je niet aan de ander moet geven. Dat je zegt van, blaas eens even of die mooi klinkt. Het woord is aan de stadspijpers. Jullie geven af en toe een beetje uitleg.